Welkom allemaal, fijn dat je weer kijkt. Het is tijd voor het cultuurtje van februari alweer. Ik ben Peggy. En ik ben Marloes. En dit is het cultuurtje. Marloes, jij hebt alles weer in de gaten gehouden de afgelopen maand. Wat is er gebeurd? Wat hebben we gemist? Ja, natuurlijk hou ik alles in de gaten hier in het Venrijse. Allereerst, net na Oud en Nieuw op 6 januari, de zaterdag, organiseerde Beats en Staal een nieuwjaarsbal. Beats en Staal, voor degenen die het niet kennen, staat onder leiding van René Driessen. En daar kun je stijl dansen. Dus dat was eigenlijk een nieuwjaarsbal in stijl. Je kon de cha-cha-cha, de merengue, noem maar op. Superleuk, allemaal in wijkcentrum Het Schupke. Daarna op 10 januari, de woensdag, was er een dialoogtafel over boeken. Ben jij bekend met Venray in dialoog? Sinds kort, ja, inderdaad. En het interesseert me steeds meer. Ja, fantastisch. Ze doen dus ook dialoogtafels over cultuur. En afgelopen 10 januari was er dus een dialoogtafel over boeken. Met als dialoogleider Yvette van Riswijk en als tafelheer Maarten Streefkerk. En voor degenen die de naam Maarten Streefkerk niet kennen, hij is eigenlijk de eigenaar, vrijwilliger, hoofdvrijwilliger van het Bernard Leescafé. Dat op het Annapark nog steeds gevestigd is. Op zaterdag 27 januari was er een culturele bijeenkomst in het wijkcentrum van het Brukske. Een ontmoetingsbijeenkomst van vluchtelingen en andere inwoners van Venray. Ze hebben in 2017 er al een paar georganiseerd daar. En zaterdag 27 januari was de eerste van 2018. Ja, wat moet je dan aan denken? Aan lekkere culturele hapjes, zeg maar. Dus hapjes uit verschillende landen. Je kunt er dansen op verschillende muziek uit diverse landen. Dus eigenlijk proeven van elkaars cultuur. Fantastische bijeenkomsten. En ik weet zeker dat er in 2018 nog meer op de planning staan. Daarnaast op zondag 28 januari had Stichting Maria Kapel Holthees wederom een concert gepland. Zij plannen eigenlijk iedere maand een concert in de Maria Kapel. En dit keer was het de beurt aan Manito en Monica Coronado. Monica nam de zang voor haar rekening en Manito de Gypsy Flamenco gitaar. En ik kan wel vertellen dat ze volgende maand hier in het cultuurtje staan. En dat we dan meer horen over de concerten van Stichting Maria Kapel Holthees. En tot slot als terugblik hadden we vorige week hier zondag 4 februari weer een thuisconcert van pianist Rangel Silaef. Hij heeft de Make My Dream thuisconcerten waar hij zelf achter de piano kruipt, maar ook waar hij andere talenten uit het Venrijse of uit de Venrijse omgeving ook een kans geeft om muziek te maken. Dus ja, hou onze site een keer in de gaten voor nog een thuisconcert en ben erbij, zou ik zeggen. Ja, we hebben deze ronde gemist, maar gelukkig Rangel die doet dit vrij regelmatig. We komen daar straks natuurlijk nog eventjes in de vooruitblik op terug. En dat brengt ons naar februari. Februari 2018. En dat is ook een heel bijzonder jaar voor de volgende meneer. Kun je jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Frans Smeets. En even kijken, dat is nu 2,5 jaar geleden. Jij weet dat ik gepensioneerd huisarts ben. En mensen hebben dat op zeker moment in de gaten, dat je wat meer vrije tijd hebt. Dus ik werd gevraagd om voorzitter te worden van het literaire café Venray. 2018 is jullie jubileumjaar. Ja, 25 jaar. Ja. En ik weet dat een aantal hele enthousiaste mensen zoveel jaren geleden daarmee begonnen zijn. En zoals ik er nu tegenaan kijk, gaan wij enthousiaste manier door. Maar we vieren dus dit jaar een feest. En hoe gaat dat feest eruit zien? Hoe uitziet dat? Het feest is eigenlijk al begonnen. Het is al begonnen in september van het afgelopen jaar.
Toen hebben we een kleine conferentie gehouden over wat doet lezen met mij. Dus dat raakte eigenlijk al een beetje het thema wat je net aan mij vroeg. Zo van, waarom is lezen nou eigenlijk belangrijk voor mij? Dat kan voor mij anders zijn dan voor jou. Gemiddeld genomen ervaren mensen dat ze ideeën opdoen. Dat ze herkenning vinden in een boek. Dat het verdieping geeft. Dat het aan het denken zet of inspiratie geeft. Hè. Je kunt er allerlei dingen bij bedenken. Voor de ouder wordende mensen, zeg ik er nog bij, is lezen belangrijk om je geest scherp te houden. Mm-hmm. Maar we hadden het even over de kinderen en daar wil ik toch nog wel het volgende over zeggen. We hebben een heel aardig project in mei aanstaande gepland. En dat is voor een aantal basisscholen. Dat zijn in totaal 7, 8 basisscholen in de gemeente Venray. En die gaan rondom het thema griezelen. Dat spreekt kinderen natuurlijk aan. Een beetje Paul van Loonstel. Juist, ja, helemaal goed. Die gaan zich bezighouden met het lezen. Maar met name eigenlijk ook hoe komt een boek tot stand? Dus de schrijver die wordt erbij betrokken, de illustrator wordt erbij betrokken. En kinderen worden zelf aan het werk gezet om met het materiaal wat aangereikt wordt ook wat te gaan doen. Ja. Misschien krijgen we wel nieuwe Venrayse schrijvers in de kweek dan. Nu is dat een besloten activiteit, dus op de basisscholen. Waar kan ik, wat is de eerstvolgende activiteit waar ik naartoe zou kunnen? Dat is hier in de Schouwburg. Op 12 maart, dan ontvangen wij Tommy Wieringa. Natuurlijk een bekend schrijver, Joe Speedboat. Mm-hmm. Het zal met name gaan over het boek De Dood van Murad Idrisi. Dat gaat in het kort gaat dat eigenlijk over de betrekkingen met Marokko en ook vluchtelingenproblematiek. Hij heeft inmiddels een nieuw boek geschreven, dat heet De Heilige Rita. Dat gaat wat meer ook over zijn eigen verleden. Dus wat meer autobiografisch geschreven. Maar Tommy Wieringa is natuurlijk bij het grote publiek een bekend iemand. En die gaan we hier ontvangen in de kleine zaal. Nou, dat belooft veel voor het Literair Café Venray. Ja. Mooi jubileumjaar toegewenst. Van ons natuurlijk ook van harte gefeliciteerd. Ja. En dan gaan we nu even kijken naar het mooie interview wat mijn collega Marloes zojuist heeft gehad met Jacqueline Hansen. Zou je jezelf eens voor willen stellen? Nou, ik ben Jacqueline Hansen en ik woon in Maassees. Maar mijn werkveld ligt grotendeels wel in Venray en omgeving. Jij hebt van alles te doen met de beeldende kunst. Waar ligt jouw specifieke en unieke prioriteit daarin? Nou, de laatste jaren is het meer een combinatie geworden van sociaal-cultureel werk. En voor de dagbesteding. Ik werk voornamelijk voor de GGZ. En mijn achtergrond als beeldend kunstenaar. Dat is een hele mooie combinatie om sociale kunstprojecten daarmee op te zetten. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, misschien over de laatste. Dat is nog heel recent. Dat was een bouwwerk, bezinningsplek op het terrein van Servaashof. Er is een belevingstuin en in die tuin hebben we voor en door bewoners en vrijwilligers en collega's hebben een bezinningsplek gebouwd. En vanaf het prille begin hebben echt de mensen die daar ook gebruik van wilden gaan maken, hebben meegedacht en mee ontworpen om te komen tot een nieuw bouwwerk. Nou, dat was fantastisch gewoon, ja. Nu mag je hier in onze eigen Schouwburg ook exposeren. Hoe vind je dat? Nou ja, ik vind het gewoon geweldig ook hoe de Schouwburg helemaal in een nieuw jasje is gestoken. En ik vind het ook prachtig dat ik als eerste de spits af mag bijten vanuit cultuur. Hè, om hier mijn werk te laten zien. En het kwam eigenlijk ook nog heel toevallig goed uit dat ik afgelopen december en januari heb ik Artist in Residence gedaan. Dan werk ik op locatie. En daar heb ik nieuw werk gemaakt. En ik denk dat dat best wel mooi hier in de trappenhallen van de Schouwburg uit zal komen. Dus ik ben zelf heel benieuwd. En voor de kijkers, als ze jouw werken hier zien hangen in de Schouwburg en ze willen contact met jou opnemen, hoe kunnen ze jou bereiken? Nou, dat kan altijd via de mail
of via mijn website, dan zal ook, daar staan ook mijn contactadres op. En ik zal hier ook mijn contactgegevens achterlaten. Dus ze kunnen altijd op www.jacquelinehansen.nl kunnen ze natuurlijk mijn contactgegevens opvragen. Jacqueline Hansen dus heel binnenkort in de Schouwburg hier in Venray. En nu zullen we lang niet alles dekken, Marloes, maar wel een aantal highlights. Wat gaat er de komende maand gebeuren? Nou, van Jacqueline Hansen gaan we verder naar een andere expositie. De expositie van Carla Klevers. Zij exposeert in de maand februari in onze eigen bibliotheek hier aan de Merseloseweg. En ja, er staat een hele moeilijke omschrijving bij, dus die lees ik even voor. De tentoonstelling bestaat uit abstracte werken en zijn een tweedimensionale weerslag van een driedimensionale collage. Ja, tijdens de openingstijden van de bibliotheek kun je binnenlopen en het werk van Carla Klevers bewonderen. Dan heeft Spelen Doe Je Zo, zo heet de organisatie. Iedere derde vrijdag van de maand organiseren ze een filmavond in wijkcentrum Het Brukske. En op vrijdag 16 februari is er weer een filmavond. De avond zelf wordt pas bekend wat voor een film er gedraaid wordt. De film is altijd voor alle leeftijden, dus iedereen kan er met een gerust hart naartoe. En dan een nieuwtje. Ken jij We Are The Message? Nee. Het doet mij geen belletje rinkelen. Nou, dat is dus een nieuwe band hier in Venray. En zij treden op zaterdag 17 februari in de Bee. En Red Hot Chili Peppers, Kings of Leon, Foo Fighters. Ze hebben eigenlijk allemaal covers van bekende bands. En ik heb horen zeggen, en je kunt ook op hun Facebook kijken, het is echt zeer zeker de moeite waard om daar naartoe te gaan. Ze treden op in de Bee vanaf 9 uur. Dus be there. Nou, ik ga daar zeker bij zijn, want dit soort muziek is mij op het lijf geschreven. Dus ik ben heel benieuwd naar een nieuwe band van Venray. Top. Ja. Wat hadden we nog meer? Jij bent nog lang niet klaar, denk ik. Nou, iets moois. Iets voor het goede doel. Dancy Dance Studio organiseert op zondag 25 februari de Venezuela Zumba Masterclass. Je kunt je hiervoor aanmelden via dancydancestudio@hotmail.com. En alle opbrengsten gaat naar een vrijwilligersorganisatie in Spanje die mensen uit Venezuela opvangt. Want in Venezuela is het op dit moment niet heel fijn wonen. En ja, Dansie Dans Studio, de medewerkers daarvan, die willen daar graag iets voor doen. De Zumba Masterclass is van 11 tot 2. En zoals gezegd kun je je hiervoor opgeven. Kijk ook even op www.culturavenray.nl hoe precies. En de masterclass is in zaal 7 aan de Maasheeseweg bij Hotel Asteria. Echt een supermooi initiatief. En Ik juich het alleen maar toe dat er zoiets gebeurt hier in het Venrayse. En dan tot slot, op zondag 4 maart houdt het Houtblazers Atelier Lucas een Ateliers Leerlingen concert. Ze hebben verschillende leerlingen op saxofoon, dwarsfluit, klarinet, noem maar op. En deze ochtend laten de leerlingen van Atelier Lucas zien wat ze in hun mars hebben. Je bent van harte welkom om 11 uur in het Odeon aan de Hoenderstraat. En dan kun je komen genieten van muzikale klanken. Nou, dat is weer een volle agenda. En dan hebben we nog lang niet alles hebben we opgesomd. Kijk even op de website culturavenray.nl voor een volledig overzicht. Sta je daar niet bij, meld het dan even, want we willen niemand tekort doen. En dat geldt natuurlijk ook voor het interview op de bank iedere maand. Denk jij, hey, ik heb daar wat interessants te vertellen. Meld je even bij jou, Marloes. Ja, precies. Fantastisch. Ja, en dan kom je bij ons op de bank. Lijkt ons gezellig. Er is nog één ding, Marloes, waarvan ik denk, ja, dat moet iedereen weten. 1 maart, wat gaan we doen? 1 maart. Dan is ons volgende cultuurcafé, het cultuurcafé van Cultura Venray. En we zitten hier in de Schouwburg en we mogen wel vertellen dat het cultuurcafé ook hier plaatsvindt. 'S avonds vanaf 19:30. En het belooft echt een mooie avond te worden. Echt een mooie avond. Een klein tipje van de sluier. De politieke verkiezingen komen er natuurlijk aan. De plaatselijke verkiezingen natuurlijk. En ook daarin speelt kunst en cultuur een grote rol. Je hebt een stem.
gebruik hem dus ook waar hij voor bedoeld is. En doe mee op ons cultuurcafé, zodat jij mee kunt praten over cultuur, kunst en de toekomst daarvan. We heten je welkom. Ja. Dit was ons cultuurtje voor deze maand. Mocht je de carnaval nog in moeten gaan, fijne carnaval. Mocht je hem al uit zijn gekomen, veel sterkte met het opkrabbelen van je kater. En we zien je heel graag volgende maand weer. Tot dan!